Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij 200 jaar Multatuli, een initiatief van Stichting Feest der Poëzie in samenwerking met de Nieuwe Liefde, de Arbeiderspers, Uitgeverij Boom en het Multatuli Genootschap. Mijn naam is Simon Mulder, ik ben uw presentator voor vanmiddag. En u ziet, ik uh, sta hier in een iets wat ontspannen versie van het assistent-residentskostuum. Ik stel me voor, het is vier uur theetijd, we zitten hier op de veranda in 1860. Uh, het 140e geboortejaar, trouwens, ook van de Max Havelaar vieren we vandaag. En we hebben het over de grote schrijver Multatuli, de schrijver van Woutertje Pietersen, van de ideeën en van Max Havelaar. Natuurlijk bekend van zijn strijd tegen de koloniale misstanden in het toenmalig Nederlands Indië, zijn tegendraadse ideeën en zijn levendige en vooruitstrevende schrijfstijl, maar ook vanwege zijn liefdesleven was hij bijzonder opmerkelijk. We ontdekken de man achter de schrijver. Verwacht u voordracht, debat, muziek en maar liefst twee boekpresentaties. Gezien de coronamaatregelen zullen we het hele programma zonder pauze brengen. En vanwege diezelfde maatregelen zijn we hier met minder dan we gebruikelijk hadden gehad. Um, het concept volle zaal moet een beetje geherdefineerd worden, maar na omstandigheden zijn we geloof ik met een volle zaal. Gelukkig zijn er ook kijkers via de livestream, die ook hartelijk welkom. Um, we gaan beginnen met allereerst het woord aan de uh, biograaf van Multatuli, Dick van der Meulen. Hij is een schrijver en biograaf. Hij schreef biografieën van Koning Willem III, Jacques P. Thijssen, Eddie Baron en uiteraard van Multatuli. Deze is met de ACO Literatuurprijs bekroond en dit jaar heruitgegeven. Wie anders zouden we dus vragen voor een korte inleiding? Met de belangrijkste dingen die Multatuli tot stand heeft gebracht. Ik nodig graag op het podium uit, Dick van der Meulen. Um, ik had een speciaal Indonesisch design uh, hier opgezet. Het is eigenlijk wel jammer dat hij nu af moet. Um, ja, ik... Uh, toen ik hier naartoe ging, uh, uh, had ik al een leuke ervaring. Want hier, uh, we zitten hier in de Nieuwe Liefde, hè, de Acosta-kade. En hier vlakbij is een, uh, staat nog een molen. En dat is een molen uit de tijd van Multatuli En die komt er ook voor in... Uh, die, die modus, die, die zijn houtzachtmolens, die komen voor in Woutje Pietersen. Dat is een van de mooiste boeken uit de vaderlandse uh, literatuur. En uh, ja... Daar fiets ik langs, ik had hem niet verwacht. Dus ik heb hier een tijdje stilgestaan en ben bijna te laat gekomen, maar ik ben hier nu toch nog gelukkig op tijd. Um, het tweede wat ik uh, wou zeggen voor ik begin aan mijn uh, korte inleiding uh, tot multitudie... is dat ik net van Simon hoorde dat het uh, uh, vandaag dierendag is. Dat was mij helemaal ontgaan. Uh, wat gek is, ik schrijf ook wel eens een boek over wolven en uh, dan zou je iets van dieren moeten weten, maar de dierendag was me ontgaan. En jij vroeg mij, Simon, welke dieren Miltatuli uh, graag, of, of hij iets met dieren had. En uh, ja, dat had hij. Er komen natuurlijk vrij veel dieren in zijn werk voor. Uh, We noemen de buffels en de tijgers in het verhaal van Saïdja. Uh, maar ik uh, wou nu graag even een land spreken voor zijn uh, parkiet. Hij heeft een parquet gehad en die noemde hij Van Spijk. Van Spijk was, de, was een van onze vaderlandse helden die zichzelf opblies tijdens de Belgische opstand... Uh, uh, wij kennen nog altijd het dan liever de lucht in. En om die reden heeft Miltatuli, die weinig met het vaderland op had, zijn parkiet van spijk genoemd. Dus hiermee zijn alweer een paar dingen afgewikkeld en kan ik overgaan tot de orde van de dag. En ja, dat zijn de, toch een paar hoofdpunten uit het uh, leven van Miltatuli, kan ik niet zeggen. Dat werd mij aanvankelijk gevraagd. Maar uh, uh, voor het leven van Miltatuli heb je uh, duizend pagina's nodig ongeveer om het te beschrijven. En dat is in een kwartier niet te doen. Een kwartier waarvan nu waarschijnlijk al vijf minuten voorbij uh, zijn. Um, ik wil even uh, stilstaan bij de reden waarom we ons eigenlijk met Miltatuli bezighouden. En dat is denk ik voor mij, wat mij betreft, toch uiteindelijk zijn. Uh, ...letterkundige, maar ook vooral zijn historische betekenis. Het een gaat niet zonder het ander. En dat wou ik even op vier punten, uiteraard buitengewoon beknopt, toelichten. Hij was in zijn tijd uh, een hele belangrijke figuur... ...dat zal iedereen begrijpen die zich wel eens met Multatuli heeft beziggehouden... Uh, ...op het gebied van het, uh, het koloniale denken. Um, is Max Havelaar gaat daarover... Ik zal niet Max Havelaar navertellen, maar de rol die Max Havelaar uiteindelijk heeft gespeeld op het denken over de koloniale politiek, is echt kolossaal geweest. Daar kun je je geen voorstelling van maken. Ambtenaren in zijn tijd die zeiden uh, die, die hadden, uh, of kort natuurlijk, die hadden dan een opleiding gevolgd om Indische ambtenaar te worden. En die zeiden, ja, tijdens die, ambt, tijdens die opleiding die een aantal jaren duurde hebben we eigenlijk niet zoveel geleerd, maar we hebben ook Max Havelaar gelezen. Ja, en dat leerde ons wel wat. En de ambtenaren die na Multatuli naar Nederlandse Indië gingen, en dan hebben we het over de jaren na 1860, dus na het verschijnen van Max Havelaar, eh, die hadden allemaal Max Havelaar in hun hand, en die wilden eigenlijk allemaal ook kleine Max Havelaars of grote Max Havelaars worden, om daar persoonlijk de zaak... Te gaan verbeteren. En dat is uiteindelijk ook, eh, op een bepaalde manier heeft dat zijn weerslag wel gehad op de Indische politiek. Je kreeg rond 1900 de eh, ethische politiek. Dat was een soort verlichte vorm van kolonialisme. Waarbij het geld dat verdiend werd in de kolonie, eigenlijk eh, werd bepaald dat moet ook worden uitgegeven in de kolonie. En dat leidde tot beter onderwijs. En, en ook onderwijs voor de uh, inheemse bevolking. En dat heeft eigenlijk uh, in zekere zin verregaande gevolgen gehad. Want de mensen als Sukarno, dus de mensen die uh, zich later met de onafhankelijkheid van Indonesië bezighielden, die hebben verklaard dat een van hun grote inspiratoren Multatuli was. Nou, we gaan er straks nog over debatteren. En dan zal Elsbert Etty ongetwijfeld zeggen. Ja, maar uh, Max Havelaar was toch bepaald geen antikoloniale roman. En dat moet ik dan ook weer toegeven. Maar het was wel een uh, roman die de zaak, ja, de, de, de geesten in beweging zette. En ik heb daar zelf nog een keer een, een interessant uh, uh, bewijs voor gevonden. Het klinkt zeer verheven, maar het is echt waar. Ik moest een jaar of tien, vijftien geleden, moest ik, uh, mocht ik, ik werd uitgenodigd om lezingen te houden in uh, uh, Jakarta, in Samarang en Yogyakarta. En ik hield ook een lezing uh, uh, voor een grote groep, uh, nou ja, kolonialen zou je bijna kunnen zeggen, het was in de, uh, in, in, de, in de woning van de Nederlandse ambassadeur. En ik werd na afloop aangesproken door een Indonesier, die man die zei tegen mij, uh, ja, ik, ik ben een veteraan, hij zet het in vlekloos Nederlands, ik heb nog in de jaren veertig gevochten... ...tegen de Nederlanders. Maar, zei hij, daar gaat het mij niet om. Ik wou u iets zeggen, dat weet u vast niet. Uh, het vlaggenschip van de Nederlandse... ...van de Indonesische vloot... ...heeft in 1960 nog een salvo gelost... ...op, of 1961, in ieder geval tijdens de Nieuw-Guinea-kwestie... ...nog een salvo gelost op uh, Nederlandse troepen. Er zijn verder geen gewonden bij gevallen, maar er is wel een salvo gelost. En weet u hoe dat vlaggenschip heet? Toen zei ik, Nee, dat weet ik natuurlijk niet. En toen zei hij, dat was de Multatuli. En... Dit durf ik nooit te checken. Je moet dingen nooit doorchecken. Maar later hoorde ik van een journalist: het is echt zo. Uh, en uh, dat schip is er nog steeds. Dus er is nog steeds een schip in een Indonesische vloot dat de Multatuli heet. Dus daarmee wou ik maar zeggen hoe belangrijk Multatuli en zijn Max Havelaar vooral was voor de, nou ja, wat er in de kolonie is gebeurd. Die Max Havelaar uh, is ook de reden geweest dat Multatuli eigenlijk heel erg. Invloedrijk werd op andere gebieden. Want natuurlijk had hij er erg veel te zeggen. Maar het was toch nooit door, zonder die Havelaar, was hij denk ik nooit echt doorgebroken. zoals hij dat uh, in zijn tijd was. Maar goed, andere onderwerpen waar hij veel over te zeggen had. Uh, ik noem ze vluchtig, want dat kan niet anders in dit kort tijdbestek. Maar eentje vind ik hier met uh, straks nog onze spreker Huub Oosterhuis. die het gebed van de onwetende gaat voordragen. Uh, is, is toch wel op zijn plaats om daar iets over te zeggen. En dat is de ontkerkelijking. De ontkerkelijking in Nederland natuurlijk, Milten is niet degene geweest die dat in zijn eentje heeft bewerkstelligd, zo min als Milten de man was die in zijn eentje de uh, kolonie heeft weten af te schaffen, zo werkt dat niet. Maar hij is denk ik wel van invloed geweest op die ontkerkelijking. En hij uh, dat komt omdat hij ideeën. Schreef, hij schreef bundels vol waar hij tekeer ging tegen die kerk. En hij deed dat natuurlijk op een buitengewoon welsprekende wijze. En je kunt eigenlijk de novo jullie niet spreken zonder toch iets voor te lezen. En eh, dan weet u meteen waar ik het over heb. Als hij het over de kerk heeft, dan heeft hij het vooral over het christendom en de geïnstit en geïnstitutionaliseerde uh, versie daarvan, de kerk. En dan met name de protestanten, dat had hij nog een veel, groter, veel meer de pest aan aan de katholieken. Joden mocht hij ook graag... Eh, wat mij als biograaf altijd heel veel plezier heeft gedaan. Hij had zelfs nog eh, een plan om met een rabbijn uit die tijd... Tobias Tal, op te trekken tegen het christendom. En jammer genoeg wilde Tal niet, maar die wilde heel graag. Nou, een van de dingen die, die, die in het eh, christendom... en in de kerk eh, buitengewoon veroordeelde, waren de zeden. En daar lees ik iets over voor... Idee 192 voor insiders. Geen wet, schrijft Milton was ooit zo kleingeestig en barbaars als de zeden. De wet spreekt van de ingezetenen, de zeden van onderdanen. De wet zegt de koning, de zeden zijn majesteit. De wet beschermt het huwelijk in zijn burgerlijke gevolgen, lees in zijn maatschappelijke gevolgen. De zeden maken van het huwelijk een godsdienstige, zedelijke, dat is een zeer onzedelijke band. De wet, hoe ze ook de vrouw mishandelt, blijft haar altijd toch beschouwen als nagenoeg een middeljarige of als iemand die onder curatelen staat. De zeden maken de vrouw tot slavin. Dit is een, voor mij een opstapje om naar een onderwerp te gaan waar ik heel weinig over ga zeggen, want daar gaat Elsbeth straks uitvoerig op in. Maar Multatuli heeft ook voor de vrouwen emancipatie. Zeer veel betekent. Nou, dit, ik had daarvan ook nog een stapel citaat, maar ik ga er niet in de problemen brengen, dus die laat ik uh, uh, aan jou. Om uh, toch nog tot, ja, een, een, een klein stukje voor te lezen: dat heeft toch alles met vrouwen en emancipatie te maken, maar ook met een volgend onderwerp waar je bij Multatuli jullie ook altijd iets over moet zeggen. Uh, namelijk uh, de arbeidsbeweging en de democratie. Um, hij schrijft in idee 451, dat is een idee van eindeloos veel bladzijden. En een beetje multitudiaan kan daar flinke lappen van uit zijn hoofd uh, opdragen. Ik zou dat misschien ook kunnen, maar ik waag het nu niet. Uh, maar ik neem er een paar passages uit, kleine passages natuurlijk. En eindelijk schrijft hij dan, waarom kiezen de vrouwen niet mee? Als de ministers het geld van de natie wegsmijten zodat de belastingen hoog blijven, leiden zij toch ook onder die druk? Als we door slecht bestuur oproer krijgen. of oorlog, of watersnood. leiden zij toch ook onder die rampen? Om dan meteen door te gaan naar uh, een volgend uh, punt. waar Miltatuli zich sterk voor maakte. en dat was de emancipatie van de arbeider. De arbeider, en sowieso de, de armen in Nederland. waren voor hem eigenlijk zo'n beetje. hij vond ze de Javanen van Europa, de arbeiders. En als hij dan over die uh, verkiezingen, dus het, het stemrecht voor vrouwen pleit, schrijft hij in diezelfde uitweiding. Vrije en algemene verkiezingen, dat is, nu we eenmaal meevaren in het schuitje van de eeuw, het enige middel om dat vaartuig te doen aanlanden in goede haven. En vooral om te beletten dat de reizigers en bemanning al te erg worden uitgezogen. De leiders der constitutie koorts willen dat het volk meespreken. Wel nu... Dat het volk dan ook meespreken. Het is vals en schandelijk het in de waan te brengen dat er gezorgd wordt voor zijn belangen als dit inderdaad niet geschiet. Nou, dit is voor die tijd, uh, dit schreef hij in 1861, een jaar nadat hij Max Havelaar schreef. En dit was uh, een, een zeer opmerkelijk pleidooi. Vrouwen Kies zegt kiezen eigenlijk ook voor alle mannen. Zonder de census, dus zonder de ja, mensen die ook weinig belasting betaalden, mensen die geen belasting betaalden, iedereen meestemmen. Dat was volstrekt ongekend in het Nederland van 1861. En het is pas uh, ja, in 1920 natuurlijk gebeurd, dus, dus uh, 60 jaar later, bijna 60 jaar later, dat vrouwen daadwerkelijk konden stemmen. Het stemrecht voor mannen zonder uh, censuskiezeg werd al wat eerder uh, toegepast. Maar Multatuli liep zo'n beetje een halve eeuw voor de troepen uit. En dat is natuurlijk aardig. Wij kennen Multatuli uh, of dat zeggen wij misschien niet in dit selecte gezelschap. Maar in het algemeen is Multatuli toch bekend als die man van Max Havelaar. En dat is het wel. Maar nee, hij heeft echt heel veel meer betekend. En hij werd dan ook uh, echt als een voorman gezien van het socialisme. En uh, ja, tot en met, laten we zeggen, beginnend met Domela Nieuwenhuis. Uh, tot en met mensen als Joop den Uil. Ik, ik zou het eigenlijk graag van Ascher willen weten. Maar ik vermoed eigenlijk dat ook hij wel weer een multaturiaan zou zijn. In die kringen, in kringen van, het, uh, van de sociaaldemocratie, uh, Maar ook het communisme, werd Multatuli als een voorloper gezien. Wat hem zelf al zeer verdrood. Hij heeft uh, kort voor zijn dood hij stierf in 1887, dus nu heeft hij toch nog een beetje zijn hele leven, 1820 tot 1887, overleed in 1887. En in 1886 heeft hij nog een advertentie in de krant uh, uh, laten opnemen, waarin hij verklaart geen socialisten zijn. Dus het, het feit dat hij zoveel aanhang in die kringen had, dat uh, verdroot hem in zekere zin ook weer. Want Multatuli die zei, ik ben geen socialist, ik kan met niemand meegaan, met had moeten meegaan, met mij... Nou, dit is natuurlijk een, zou een einde moeten zijn van mijn korte betoog, en ik denk ook dat dit het einde is, maar ik moet natuurlijk toch besluiten met het laatste, uh, waar jullie nog steeds belangrijk om wordt geacht, en dat is natuurlijk de literatuur. Ik ga daarvan nu verder niks voorlezen, ik heb net natuurlijk al dingen voorgelezen. Multatuli was een groot denker, uh, een, een man met uh, denkbeelden die ook werkelijk uh, vernieuwd waren, ook voor zijn tijd, ik denk zelfs, uh, als je hem in een internationaal leg, licht uh, zet. Maar dat zou allemaal niet zo zijn gebeurd als hij niet die gloeiende, gloeien, die vlammende pen had. En ja, dat is toch echt de kracht van Multatuli. En dat is wat mij betreft de reden dat Multatuli moet gelezen worden ook nog altijd. En niet alleen Max Havelaar, maar ook zijn andere boeken. Dank u wel. Hartelijk dank. Hartelijk dank Dick van der Meulen voor uh, ja, het uh, geven van een schets van de breedte van de betekenis van Multatuli. Ik moet mezelf direct even verbeteren. Ik zei de 140ste verjaardag van de Max Havelaar. Het is natuurlijk de 160ste en hij debuteerde op zijn 40ste. Uh, meteen met die geweldige Max Havelaar natuurlijk. Om ons nog verder in de sfeer van Multatuli te krijgen is het nu tijd voor muziek. Pianist Stefanus Harsono is masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft verschillende masterclasses gevolgd, onder andere bij Bibi Suryadi. En hij brengt ons twee stukken uit een onder pianisten om zijn complexiteit en kwaliteit beroemde suite van Leopold Kodowski. We horen eerst het tiende deel, dat het dagelijks leven in het paleis van Solo, oftewel Surakarta, verbeeldt. Daarna krijgen we het twaalfde deel. Waarin een formele hofprocessie in datzelfde paleis wordt verbeeld. En de componist heeft er zelfs in het Engels een kleine toelichting bij geschreven en die zou ik graag aan u willen voordragen. Bij In de Kraton. It is evening. Quaint scenes charm our vision. Faint sounds of the entrancing gamelan fill the fragrant air. The seemingly unreal reality. Casts a hypnotic spell over our consciousness. There is poetry in every ebbing moment. It is evening in the Orient. leidt Gorovsky als volgt in. The clanging and clashing march opens the event. Strongly emphasized is then that strain of sadness ever present in the music of the Orient. The hilarious mood is then resumed, which leads back to an intensified version of the barbaric march. And here, these tonal journeys come to an end. The Javasuite of Leopold Godowski by Harsono. Stefanus, hartelijk dank voor het neerzetten van dit kunststukje en ons, uh, ja, ons mee te brengen in de Javaanse sferen. Vanavond presenteren we niet alleen de heruitgave van de biografie van Dick van der Meulen bij uitgeverij Boom, maar ook de heruitgave van de liefdesbrieven van Multatuli bij de Arbeiderspers, voorzien van een nieuwe inleiding door Elsbet Etty. En ik wil u graag eerst een selectie uit een van die liefdesbrieven voordragen, gericht aan Mimi, de tweede vrouw van Multatuli, dan nog niet zijn vrouw. Woensdag half twee, 15 juli 1863. Och Mimi, hoe dankbaar ben ik voor uw brief, al is de inhoud verdrietig. De hoofdzaak is dat u mij wel lief hebt en daaraan heb ik behoefte. Ja. Wel was ik blij met uw brief, al klinkt de inhoud troosteloos en al beschuldigt u zichzelf zo ongegrond. Ook kan ik niet alles letterlijk opnemen wat u schrijft. Eén ding straalt in uw schrijven door, uw liefde. En daarvoor ben ik dankbaar en die beantwoord ik vurig en innig. Nooit was u uit mijn gedachten, Mimi. En als u om rust te verkrijgen hebt kunnen denken, dat ik mij van u zou afkeren. O, oh God, dat kan niet. Ook kunt u het niet menen dat te verlangen. Ik heb kunnen dragen wat u goed vond mij op te leggen, scheiden, zwijgen, vroeger uw huis niet zien. Aan alles wat u vorderde, heb ik mij religieus gehouden, zoals ik nu ook weer met geduld zou gewacht hebben tot december. Maar uw opgeven in mijn liefdesbrieven. Hart, dat kan ik niet. Ik voel me aan u gebonden, zo innig als een band ter wereld wezen kan. Of ik u weer wil zien? God Mimi, ik droom wakend van u. En als ik slapen ga, kus en omhelz ik u inniger dan ik ooit deed in de werkelijkheid. Ik geloof niet dat u een goed denkbeeld kunt hebben van mijn gevoel voor u, maar wel wilde ik dat het kon. Om u in staat te stellen de kracht te waarderen waarmee ik mij tot nog toe in toom hield. En denk niet dat hier zogenaamde braafheid in het spel komt. Ik ben niet braaf. Nee, het is alleen omdat ik u zo lief heb. Als ik u zag was u mij altijd een verschijning. Nooit een meisje, nooit een vrouw. U was me een fancy. Gisteren nog heb ik u eigenlijk niet gezien. Ik voelde u. U maakt een toverachtige indruk op me. Oh, het is mij zo bitter dat ik u niet al mijn gewaarwordingen kan meedelen. Het is een kaleidoscoop van de ziel. Ze zijn vrolijk, treurig, gevoelig, koddig, verheven, etherisch. Ja, maar liegen wil ik niet. Zinnelijk. Ook alles doorheen maar alles in alles is liefde. Waarom moeten wij gescheiden zijn, Mimi? Waarom leeft, denkt, werkt, slaapt en droomt u alleen? Waarom niet met mij? Naast mij? Waarom rust uw hoofd niet op mijn schouder? Waarom mijn hoofd niet op uw schoot? Waarom geef ik u niet de laatste kus? Als u inslaapt. Waarom mag ik u niet wakker kussen? Waarom mag ik u niet aanraken, niet omvatten, niet aan mijn hart drukken als mijn eigendom? Geen omweg. Ik heb u lief. En ik heb u ook zinnelijk lief. Zie daar. Wees u nu boos en stoot mij terug, maar bedenk dat ik goed gestreden heb. En altijd anders heb gehandeld dan die passie ingaf. Nee. Word niet boos, Mimi. Wees menselijk. Wees natuurlijk. En begrijp dat ik dat ook ben. Wie meer wil zijn dan mens is minder. O vervloekte zeden die schande maken van wat zo liefelijk is. Ja, ik zeg dat er leugen en bedrog is in die zeden. Ik zeg dat het een schone, liefelijke, natuurlijk reine zaak wezen zou als u mij toehoorde. O, vrees niet dat ik iets begeren zou wat u zou blootstellen aan verdriet. Al herken ik de rechtmatigheid niet van de vonnissen die de maatschappij slaat. Al minacht ik haar als rechter. Ik herken haar macht als beul. En God bewaar me dat ik u zou willen blootgesteld zien aan die macht. Nee, wees gerust, Mimi, al waart u zelf onvoorzichtig... Altijd hoop ik in mijn liefde kracht te vinden om te denken aan uw belang. Dat ik u zo ronduit schrijf, is omdat ik behoefte voel aan die rondheid. Antwoord ook zo, zo brusk. Het zal wel een vergoeding zijn voor de gedwongen scheiding. Och, ik vind het zo jammer dat u mijn vrouw niet mag wezen. Ik vind onze scheiding onnatuurlijk en dus verkeerd. U weet niet waarom ik u lief heb. O oh, Mimi, ik zeg net andersom. Ik kan me niet voorstellen dat ik u niet zou lief hebben. Waarom ik u lief heb? U hebt een edel hart, Mimi. U voelde in u de aandrift om de hand te reiken aan iemand die tegenover de hele maatschappij alleen stond. U deed dat tegen de geest en de invloed uw omgeving. U hebt daarvoor verdriet en smaad geleden. Uw dagboek getuigt het. Maar dat alles is niet het ware antwoord op de vraag waarom ik u lief heb. Nee, Mimi, hoe gek het klinkt. Op de vraag waarom ik u lief heb, had ik moeten zeggen, ik weet het niet. Maar het is zo. Het is een totaalindruk die mij beheerst, die ik bewaar, voed, aankweek en waarvan het afwijken mij toeschijnt slecht te zijn. Misschien komt ook uw uiterlijk erbij, dat het zo lief is. Maar denk niet dat het dat alleen of voornamelijk is. O God, krijg de pokken waarom ik u lief heb. En u doet die vraag met zelfbeschuldiging. O Mimi, u meent die vraag niet. Wat zou u gek staan te kijken als ik antwoordde: Dat is waar ook, ik heb me vergist. Of als ik nu op de vreselijke laatste frase van uw briefje: Vergeet mij. Groter dienst kunt u mij niet doen. Als ik nu daarop zei, goed, zou u mij geloven, Mimi. Ik weet zeker van neen. Nu ben ik onder het schrijven wel tienmaal opgestaan om na te denken over uw vraag of het goed is dat ik u weer zie. Minste oneerlijkheid jegens u zou mij stuiten. En daarom is mij het antwoord niet zo moeilijk. U zien, Mimi. U weet niet wat dat voor mij is? Met u te wandelen? Alleen? Ongestoord vrij? Voor het eerst vrij? En vooral zonder dat vreselijke sans lendemain? Ja, dat is het. Dat maakt mij zo huiverig om te antwoorden op uw vraag. Mimi, tot nog toe was elke toenadering tussen ons het zijn van een vernieuwd scheiden. Om Gods wil, laat mij u zien. Laat mij u ontmoeten. Laat mij met u wandelen. Maar laat het niet verbitterd worden door dat treurige voor het laatst. Zie hier nu wat mijn eerlijkheid heeft te toppen gehad. Mijn ingeving was u te vragen mij te ontmoeten zonder meer. En u dan ernstig te verzoeken dat het niet voor het laatst wezen mocht. Maar daar was iets verleiderigs in. Wel nu, ik smeek u mij een uur op te geven dat ik u zien kan... Maar vooraf zeg ik u dat ik niet met één keer tevreden zal zijn. Nu reeds ben ik huiverig voor de rouwdag die er volgt op zo'n ontmoeting. En ook voor u is het niet goed, Mimi. Lieve, u bent nu onrustig en gejaagd. Zal het u kan te geven weer af te breken? Zie, ik geloof, als u niet kunt besluiten toe te geven in onze verhouding... Liefst na een ronde verklaring aan uw papa, dat het dan beter is dat u. Nee, nee, goed. Al is het dan maar voor eens. Ik neem alles aan. O oh God, wat zou het me smarten als u nu nee zijn. Om die conditie. Nee, zonder conditie. Voor eens. Goed. Eenmaal samen, eenmaal vrij. Ik zal niet aandringen op meer. Ik zal tevreden zijn, zoals altijd. Bepaal plaats en tijd. Oh, kies een plaats waar weinig mensen zijn. Toe. Toe. Schrijf me direct in het bijgaand envelop. Ik kan u niet zeggen hoe lief ik u heb. Ik wil alles voor u doen, alles. Zelfs u nooit weer zien als het moet. Maar dat is mij het zwaarste. Ja. Ja. Schrijf mij waar ik u ontmoeten kan. Maar als u het op de post doet, berekend dan goed of ik het bij tijd kan hebben. Dat ik u niet teleurstel. Dag, mijn Mimi. Uw hart, in, uw hart, in mijn hart behoort u mij. Eduard. Een klein voorbeeld van wat u in de liefdesbrieven kan aantreffen. En deze zijn opnieuw verschenen, zoals ik al zei, bij de arbeiderspers. Met een inleiding door publicist, letterkundige en voorzitter van het Motatuli-genootschap, Elsbeth Etty. Ze was jarenlang recensent bij het NRC. En bijzonder hoogleraar in de literaire kritiek aan de VU. En zij zal ons meer vertellen over het boek, de liefdesbrieven en het liefdesleven van Notatuli. Het woord is aan Elsbeth Etty. Waarom mag ik u niet aanraken? Niet omvatten, niet aan mijn hart drukken als mijn eigendom. Geen omweg. Ik heb u lief en ik heb u ook zinnelijk lief. Zie daar. Simon las deze brief in extenso voor. Ik heb deze zin eruit uitgelicht. Uh, deze brief schreef de getrouwde 43-jarige Multatuli... in 1863 aan zijn 20-jaar-jongere bewonderaarster... Mimi Hammink-Schepel. De brief, waarin de schrijver van Max Havelaar zonder omhaal aandringt op seks met een van zijn fans, staat in de schitterende bundel liefdesbrieven van Multatuli. Het boek, werd al gememoreerd, verscheen in 1979 in de reeks domein van de Arbeiderspers en is ter gelegenheid van Multatuli's 200ste geboortejaar. In een gemoderniseerde spelling opnieuw uitgebracht. met het nawoord van de in 1979 overleden samensteller Paul van het Veer. Zoals alles wat Multatuli schreef, is ook deze correspondentie grootse literatuur. En ik was dan ook zeer vereerd dat de uitgever mij vroeg om voor de heruitgave het voorwoord te schrijven. Wat me vooral opviel bij uh, de herlezing van de liefdesbrieven, is hoe mijn perceptie ervan veranderd is, onder invloed onder andere van de MeToo-beweging. Zo vroeg ik me naar aanleiding van de passage uh, uit de brief aan Mimi, die ik zojuist voorlas, uh, uh, hoe, ik, hoe, ja, hoe ik zou uh, reageren. Op uitnodigingen tot seksueel contact van iemand die mij zijn eigendom noemt. En ook werd ik benieuwd naar de gevoelens die Multatuli's bejegening van zijn vrouwelijke groupies oproepen bij hedendaagse mannen. Sinds mijn puberteit bewonder ik multatuli vanwege zijn feministische pleidooien voor vrije liefde en tegen de seksistische opvoeding van meisjes. Zoals verwoord in zijn idee 195, een van mijn lievelingsideeën, die ik u graag in zijn geheel voorlees. Wat maakt gij van onze dochters, o Zeden? Gij dwingt ze tot liegen en huigelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat zij begeren, niet wezen wat ze zijn. Dat doet geen meisje, dat zegt geen meisje, dat vraagt geen meisje, zo spreekt geen meisje. Zie daar, schering en inslag van de opvoeding. En als dan zo'n arm, ingebakerd kind, gelooft, berust, gehoorzaamt, als ze heel onderworpen haar lieve bloeitijd heeft doorgebracht met snoeien. En knotten met smoren en verkrachten van lust, geest en gemoed. als ze behoorlijk verdraaid, verkreukt, verknoeid. heel braaf is gebleven, dat noemen de zeden braaf. dan heeft ze de kans dat deze of gene lummel haar het loon komt aanbieden. voor zoveel braafheid door een aanstelling tot opzichtster over zijn linnenkast. tot uitsluitend brevetmachine om zijn eerwaard geslacht aan de gang te houden. Het is wel de moeite waard. Einde, einde citaat. Zo, zoals uh, alle Multatuli-vorsers uh, uh, weet ik... dat Eduard Douwes dekker als 22-jarige controleur op Sumatra... het 13-jarige Inlandse meisje Siupi-Kete... tot zijn beschikking had om zijn eerwaard geslacht aan de gang te houden... En gek genoeg, vreemd genoeg, heb ik me daar eerder nooit druk over gemaakt. Kritiek op Multatuli's seksuele verhouding, uh, op, op, op Multatuli's seksuele verhouding met uh, zijn dertienjarige gehuishouster vond ik meer iets voor burgerlijke fatsoensrakkers. Maar daar denk ik inmiddels toch wel iets genuanceerder over. Ik ben het eens met onderzoeker Of praamsma die in een recente publicatie multatulies biografen verwijt dat ze te weinig aandacht hebben besteed aan het feit dat Douwers Dekker het bed deelde met een kind dat hij gekocht of gekregen had van haar vader. Pramsma stelt, en ik citeer hem, de, de biografen gaan er weliswaar niet aan voorbij, maar schrijven er op een vergoeilijkende manier over. Si upi Kete. Wordt afwisselend zijn concubine, njai of vriendin genoemd. Waarbij aangetekend wordt dat het bezit van een njai in die tijd algemeen aanvaard was. Ook het feit dat zij wel heel jong was, schrijf, eh, schrijven zij, eh, die biografen dus, moet men zien in de context eh, van die tijd. Volgens Dick van der Meulen en Paul van het Veer had een vrouw van 13 jaar op Sumatra de huwbare leeftijd bereikt. Volgens het, Van het Veer was zij zelfs al een tikje aan de oude kant. Het deelt ook niet zwaar aan het feit dat zij gebruikt werd als ruilmiddel. Ook dat was staande praktijk, of zoals Hans van Straten het noemt... een van de vormen van stille corruptie in de kolonie van toen. Einde citaat. Uh, terecht vind ik, bekritiseert Pramsma de bewering dat zulke praktijken... Nu, eenmaal standaard waren in de koloniale verhoudingen van wel eer en daarom niet verwijtbaar. Het zijn bekende, maar ook in mijn ogen onhoudbare redeneringen, waarmee onverteerbare historische praktijken, zoals slavernij, nog eens worden gerelativeerd of goedgepraat. Maar, ik begrijp ook dat oordelen over in het verleden bedreven onrecht zonder historische en culturele context evenmin bevredigend is. Wat Multatuli's relatie met Sioupi betreft, kampen biografen bovendien met een enorm informatiegebrek. Hoewel het aannemelijk is dat Douws Dekker. ...het dertienjarige kind gebruikte als seksslavin... ...is daar geen bewijs voor. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar Sioepi... ...en in zijn brieven noemt Multatuli haar nooit. Maar zo gesloten als hij was over zijn relatie met Sioepi Kete... ...zo uitvoerig boekstaafde hij zijn, anderen, zijn andere vrouwengeschichten. Uit de liefdesbrieven... He, uit het boek, uh, uit de liefdesbrieven en uh, van het feers nawoord daarbij, blijkt dat hij zijn echtgenoten en minnaressen... deelgenoot maakte van zijn talrijke affaires en van hen eiste dat ze elkaar accepteerden. Multatuli ver verbood zijn uh, verloofde en latere echtgenoten Tine... jaloers te zijn op zijn vriendinnen, zoals hij dat van al zijn. Uh, Aanbidsters verlangde. Aan Mimi, met wie hij na Tine's dood uh, trouwde, schreef hij in 1863 dat, en ik citeer hem weer, dat. in mijn kring, haast had ik gezegd mijn rijk, geen jaloezie heerst. Met dat rijk bedoelde hij Insulinde, de naam die hij in Max Havelaar aan Nederlands-Indië gaf. Hij wilde de geknechte bevolking bevrijden van haar roofzuchtige koloniale overheerser. En in 1862 maakte hij zelfs plannen voor een constitutie voor het Rijk van Insulinde. Tine en zijn schare aan vormden, en ik citeer: het legioen der kinderen van Insulinde. Dat er moest helpen in den strijd tegen al wat laag en slecht is. Einde citaat. Literatuurhistorica Marleen de Vries schreef enkele jaren geleden, nadat ze een nacht had doorgebracht op de chaise Longue van de schrijver in het Multatuli Museum, ik citeer haar: Als ik in 1862 ongeveer 20 jaar oud zou zijn geweest en Max Havelaar en minnebrieven had gelezen, zou ik dan tot de bewonderaars van Multatuli hebben behoord. Ik vermoed het zou ik vervolgens zijn ingeleefd bij het legioen van Insulinde. Zo goed als zeker, einde citaat. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook vragen die ik mezelf heb gesteld. Maar mijn antwoorden zijn iets minder uh, 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 stellig uh, dan uh, die van haar. En dat is niet omdat Multatuli uit zijn liefdesbrieven... in de woorden van de Vries opreist als een geile man... En ook niet vanwege de exhibitionistische uitweidingen over zijn zogenaamde amourettes, maar vanwege die drammerige bezitsdrang. Van zijn verlovingsbrieven aan Tine en zijn schriftelijke liefdesbetuigingen aan Mimi krijg ik het werkelijk Spaans benauwd omdat ze me doen denken aan de methodes waarmee secteleiders vrouwen verleiden... om zich volledig uit te leveren aan hun goeroe. Overigens valt nergens uit op te maken dat Miltatuli, zoals de MeToo-daders... zijn bewonderaarsers, dwong tot seksueel contact. Hij moedigde hen slechts aan om hun lusten te botvieren. En het erkennen van vrouwelijke lustgevoelens... Door Multatuli was, niet alleen volgens de Vries, maar ook volgens een heleboel andere mensen in die tijd, een regelrechte revolutionaire daad op zedekundig gebied. En bepaalt geen poging tot misbruik. Over Multatuli's verlovingsbrieven, waarin hij uh, tienen uh, in het jaar 1845. Voorbereid op de huwelijksnacht, die ook in de bundel zijn opgenomen, schrijft de Vries, en ik citeer. Hier is geen rouwdouw aan het woord. Nog een man die zijn geliefde het bed in probeert te praten nadat hij haar eerst dronken heeft gevoerd. Nee, hier spreekt een kwetsbare minnaar die bepaald niet zeker van zijn zaak is, maar die wel overtuigd is van zijn eigen seksualiteit. Zich geheel en al bewust van de valstrikken van de heersende omgangsvormen en de taal waarin zij werden verpakt, probeerde Douws dekker die te omzeilen door zelf zo duidelijk mogelijk te communiceren met zijn geliefde. Einde citaat. Niettemin signaleert deze uh, historica de Vries ook kritische geluiden die zeker in het licht van MeToo uh, aandacht verdienen. Een van zijn uh, ambitsters, uh, Marie Andersson, uh, verklaarde Tine's onderdanige houding jegens uh, haar man uit haar afhankelijke positie en multitudies dressuur. Dat woord, woord echt, uh, dat gebruikt ze. En ik citeer, de rol die Tine, wat zijn liefdes betrof, gespeeld heeft is eigenlijk weerzinwekkend en slaafs. Maar natuurlijk meer aan dressuur toe te schrijven dan wel aan liefde voor hem. Ze moest wel. En van Dijssel, Lodewijk van Dijssel, schreef in zijn artikel Multatuli en de vrouwen... over de allesbeheersende invloed die Dekker op zijn vrouw uitoefende... en de hogere opvoeding die hij haar gaf op het gebied van zijn hoogst persoonlijke... van de moraal afwijkende, van de gangbare moraal afwijkende libertijnse opvattingen over liefde, huwelijk en trouw, einde citaat. Nou ja, uiteraard zijn dit allemaal geen bewijzen van enige vorm van misbruik. En ik neem even een stokje water, want het windt me zeer op. Sorry. Het dichtst in de buurt van mogelijk toegedrag komen de getuigenissen van de feministische actrice Mina Kruseman. Zij adoreerde Multatuli en wilde dolgraag de hoofdrol spelen in zijn toneelstuk Vorsterschool, waarvan zij eigenhandig de, opvoerde, de opvoering regelde. Het werd een doorslaand succes, maar Multatuli had er geen goed woord voor over. Achter haar rug liet hij haar vervangen door een andere actrice. Als de eerste, de beste, ondergeschikte, werd ze aan de dijk gezet. Ze moet het als een diepe vernedering hebben gevoeld, al dus Krusemans biograaf Annette Moy. Mina Kruseman, die van meet af aan had duidelijk gemaakt geen relatie te ambiëren met de auteur van het toneelstuk, oordeelde in haar memoires, getiteld Mijn leven, dat Multatuli haar om die reden te gronden wilde richten. Volgens Annette Mooi zijn daarover min of meer gelijk uh, luidende verhalen over, uh, van overgeleverd. Kruseman zou een huwelijksaanzoek van uh, Multatuli hebben afgewezen... en een verleidingspoging hebben beantwoord met een draai om zijn oren. Dat al deze geruchten destijds de ronde deden, dat staat vast. Of ze op waarheid berusten, allerminst... Multatuli kende de praatjes en heeft ze altijd ontkend. Volgens hem was het Kruseman zelf die dit soort geruchten verspreidde. Hoe dan ook, tussen Kruseman en Multatuli kwam het nooit meer goed. Na hun breuk gaapte er in Krusemans perceptie een onmetelijke kloof tussen het verachtelijke mannetje, wiens leven op leugens gebaseerd was, en de grote schrijver wiens werk nog altijd. Hoogstond. Dit, uh, dit, dit, dit is een citaat uit de biografie van Annette Mooi. In de woorden van Kruseman zelf, dat komt uit haar memoires. Ik zal Multatuli niet sacrifiëren aan Douwes Dekker. Wat er ook gebeuren mogen. Zijn werk zal mij heilig wezen. Ik ben in oorlog met Douwes Dekker, die verlangt te delen in mijn bewondering voor Multatuli. Die eis is excentriek. Een klein mannetje gelijkstellen met een groot talent. Non-epasible. Waar haalt zoiets ordinairs zo'n kolossaal talent vandaan? Het is het soort vragen dat we vandaag de dag stellen ten aanzien van kunstenaars als ik noem maar een paar, Roman Polanski en Woody Allen. En waarop geen eenduidige antwoorden te geven zijn. Hoe dan ook. Voor mij blijft Multatuli's bevrijdende motto: Genot is deugd. Genot is deugd, een bron van inspiratie. Ondanks alle zedenprekers die hem er door de jaren heen van beschuldigd hebben dat hij vooral uit was op zijn eigen genot. En dat legitimeerde door het als een deugd voor te stellen. Zelfs, zelfs als dat zo was, doet dat namelijk niets af. Aan de betekenis van Multatuli's gedachtegoed voor het feminisme. en aan zijn ongeëvenaarde. literaire kwaliteit, die spat van alle bladzijden. in de hier vanmiddag gepresenteerde. liefdesbrieven. Dank u zeer. Dank. Ik wil graag. Uh... Deze gelegenheid aangrijpen om zowel uh, Dick als uh, Elsbeth weer uh, het podium op te vragen. Uh, wij kunnen de uitreiking niet voltrekken op de gebruikelijke manier van de beide exemplaren aan elkaar, maar jullie mogen allebei uh, ja, het bij deze door jullie <laughs> aan de ander, uh, door uh, het hier neer te hebben gezet, uh, uitgereikte exemplaar te pakken. De <laughs> ja. dames gaan voor natuurlijk. Ja? ja. Als jullie het. In een soort multietudiaanse bubbel. Ja, uitstekend. Jullie zijn voor vanavond één huishouden. Ja, Alsjeblieft, ik doe er je voordeel mee. En ik hoop dat jij ooit ook zulke mooie liefdesbrieven... Niet aan mij hoor, maar. Ga schrijven aan deze of Het is werkelijk schitterend. Maar je kent het. Dan moet ik wel haast maken. Ik heb het idee dat ik sommige van die brieven al zou lezen. Oké, oké. Het zegt. Geweldig, ja, voor wie het nog niet heeft. Dit is uh, het mooiste zo'n beetje wat er is in de Nederlandse cultuur. Uh, en, en het heeft liefdesbrieven, maar jij niet ook al even de term verlovingsbrieven vallen. Want u heeft meerdere reeksen van liefdesbrieven. Gezegd? Ja, precies. Oh. Sorry, alsjeblieft. Oh ja. ja. De, uh, nou goed, ik, ik, ik zei dus dat het een geweldige literatuur is. Um, en uh, Elsbeth noemde net in haar voordracht al even de, uh, de verlovingsbrieven. Uh, dat is altijd mooi verwarrend. Dit heet dus liefdesbrieven. Maar Multatuli heeft verlovingsbrieven geschreven aan zijn eerste vrouwen, waar hij uit citeerde. En ja, uh, ik moet zeggen, als ik een, een soort voorkeur heb in de Nederlandse literatuur, wat ik nou het mooiste vind, dan kom je eigenlijk telkens bij Multatuli uit. En, ik vind die verlovingsbrieven zo geweldig goed. Die zijn echt fantastisch. En dat was lang voordat hij Max Havlas schreef, heeft hij die dingen gemaakt. En ja, ik, ik, hoop, ik weet niet hoe integraal ze hierin staan, maar ik hoop dat er in ieder geval uh, een, een ruime keuze uit ja, ze in staat. Nou ja, kortom, dit boek is onmisbaar. Voor iedereen. Dan mag jij Oké, okay, oh, oh. Ja. Ja. Hey. Oh. Jij moet het aan mij geven, ja. Ja, ja. Sorry hoor, voor de verwarring. Er is nog een microfoon, dus dat... Staat, werkt deze? Ja. Kijk, dit maakt het veel makkelijker. Ja. Uh, nou, hier ga ik niks over zeggen, maar dit geef ik aan jou. Dankjewel, Dick. Nou, ik ga er wel iets... Ik ga er wel iets over zeggen. Uh, het is... Dick is dus... Die... De eerste uh, biograaf die, uh, de, die uh, de, 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 de biografie van Multatuli heeft voltooid zonder dood te gaan. Als een vorige biograaf, die zijn eraan gesneuveld. De genoemde Paul van het Veer, Duperon, nou ja, et cetera. Uh, Dick, uh, een sterke jongen hoor, vergis je niet. Die heeft het dus uh, die heeft het, ja, uh, echt een heel mooi, heel mooi boek geschreven. Uh, toen, het, uh, toen het uitkwam heb ik hem, uh, toen kende ik Dick nog helemaal niet. Toen heb ik hem geïnterviewd voor NRC Handelsblad. En toen, ja, toen heb ik hem eigenlijk gevraagd van god, uh, je, 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 je doet eigenlijk heel weinig aan psychologische duiding. En dat vind ik toch wel een beetje jammer. En nou, Dick antwoordde erop dat hij, dat hij dat expres gedaan had. En de lezer, dat is natuurlijk heel erg goed en dat hoort een biograaf ook te doen. De, uh, de lezer moet dat zelf maar, uh, die moet dat er maar uit... Opmaken. Nou, ik, ik heb daar dus echt verhalen in gelezen die ik niet kende. En uh, hij mag dan misschien uh, weinig hebben geschreven over si uh, upi ...maar bijvoorbeeld wel over de verhouding uh, met zijn zoon... Uh, ...die hij helemaal ten onrechte ging aangeven bij de politie... ...omdat hij uh, in de krant had gelezen natuurlijk dat iemand een moord gepleegd had. Nou, hij wist zeker dat het zijn zoon Edu was... En uh, die, die aangifte doen. Ja, het, het, is, het, is een, het is een heel knap boek. Het staat vol met geweldige uh, anekdotes. Maar vooral uh, ja, is het heel informatief. En leer je ook heel veel over nou ja, uh, het koloniale verleden. En uh, Multatuli's uh, fantastische, dappere uh, strijd tegen de misstanden daar. Dus dank je zeer voor deze herdruk. Dank jullie beiden. Dank je. Dank Dan hebben we toch deze uitreiking op iets wat geïmproviseerde manier kunnen bewerkstelligen. Dan wil ik graag verder naar een van de ontroerendste liefdesverhalen uit de 19e-eeuwse Nederlandse literatuur. Het is al zojuist even genoemd: het verhaal van Saïdia en Adinda. De jonge Saidja is beloofd aan het meisje Adinda. Maar hun beide families raken door de onderdrukking en knevelarij van de inlandse Javaanse vorsten zo verarmd. De buffels waarmee ze hun S'Awa's bebouwen, worden hen telkens afgenomen, dat Saidja zich genoodzaakt ziet om te gaan werken in het verre Batavia. Adinda belooft op hem te wachten, 36 maanden lang, tot ze kunnen trouwen. Bij terugkomst is de familie van Adinda uit het dorp verdwenen en gaat Saidja naar hen op zoek. De vader van Adinda heeft zich uit nood aangesloten bij de opstandelingen tegen het Nederlandse koloniale bewind elders in de provincie. Daar aangekomen vindt hij de kampong verbrand door Nederlandse soldaten en alle opstandelingen, inclusief Adinda, vermoord. Hij stort zich in de bajonetten van de Nederlandse soldaten en sterft. En het verhaal eindigt ermee dat in Nederland wordt gejuicht over weer een godgegeven overwinning. Een symbool voor de onderdrukking van de Javaan, zowel door de inlandse vorsten als door het Nederlandse koloniale bewind. Maar terug naar het begin van het verhaal. Onderweg naar Batavia zingt Saidja voor zichzelf het profetische gedicht Ik weet niet waar ik sterven zal. En hierop baseerde de componist Richard Hall een stuk voor cello en orgel, of piano in dit geval, de Saïdja-elegie. Gebracht door Duo Multatuli, bestaande uit pianist Stefanus Harsono, die u al eerder hebt gehoord, en cellist Jan van der Plas. Ze hebben de naam Duo Multatuli uitgekozen omdat de erfenis van Multatuli hen bindt. Stefanus komt uit Indonesië en Jan is van Nederlands-Indonesische afkomst. Jan van der Plas zal ik nog kort introduceren. Hij heeft ook verschillende masterclasses gevolgd. Is ook op dit moment masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam, aanvoerder van het Ricciotti Ensemble en speelt in meerdere andere ensembles. Graag uw aandacht voor de saïdia elegie van Richard Holl door duo Notatuli. Jan en Stefanus, heel hartelijk dank voor het brengen van dit mooie stuk van Richard Hol. Zeer zelden uitgevoerd. Dan zijn we vereerd om hier te ontvangen de oprichter van De Nieuwe Liefde, onze locatie voor vandaag: dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Dat jullie worstelde met het geloof en nam er uiteindelijk ook afstand van. Zijn gedicht, Het gebed van de onwetende, is essentieel voor het leren kennen van zijn Werdegang. Huub Oosterhuis zal het kort voor ons inleiden en vervolgens voordragen. Graag uw aandacht voor Huub Oosterhuis. Na een smartelijk betoog komt Multatuli tot de conclusie die overal ter wereld geleefd wordt en erkend en betwijfeld. Ik weet niet of wij zijn geschapen met een doel of maar bij toeval daar zijn. Ook niet of een god of gode zich vermaken met ons leed en schimpen op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dat zo waar... Zou het vreselijk zijn? Aan wie de schuld dat zwakke zwak zijn, kranke, krank en domme, dom? Wanneer we zijn gemaakt met opzet, met een doel, en door onze onvolkomenheid dat niet bereiken, dan valt de blaam van al het verkeerde niet op ons op het maaksel niet, maar op de maker. Noem hem Zeus of Jupiter, Jehovah, Baal, Jang om het even. Hij is er niet, of hij moet goed zijn en vergeven dat wij hem niet begrijpen. Het stond aan hem zich te openbaren. En dat deed hij niet. Had hij het gedaan, zo hadden het zo gedaan met niemand dat niemand twijfelen kon. Dat ieder zeide, ik ken hem, voel hem en versta hem. Wat anderen nu beweren van dien God te weten, baat mij niet. Ik versta hem niet. Ik vraag waarom hij zich aan anderen openbaarde en niet aan mij. Is het ene kind den vader meer nabij dan het andere? Zolang één mensenzoon dien God niet kent... Zolang is het lastig te geloven aan dien God. Het kind dat vergeefs ten vader aanroept, doet geen kwaad. De vader die vergeefs zijn kind laat roepen, handelt vreed. En schoner is het geloof, daar is geen vader, dan dat hij doof zou wezen. Voor zijn kind. Misschien zijn we eenmaal wijzer. Eens, misschien zien we in dat Hij er is, dat Hij ons schade sloeg en dat Zijn zwijgen oorzaak had en grond. Wel nu, zodra wij het weten, is de tijd van loven daar, maar eerder niet, thans niet. Het zou God verdriet het ontwaren dat wij hem aanbaden zonder grond? En dwaasheid is het, de donkere onwetendheid van heden te willen helder maken met een licht dat nog niet schijnt. Hem dienen, dwaasheid, had hij dienst begeerd, hij had ons geopenbaard, op welke wijs? En ongeruimd is het, dat hij van een mens verwacht aan bidding, dienst en lof, terwijl hij zelf omtrent te wijzen hoe, ons in het onzekere liet. Wanneer wij God niet dienen naar Zijn zin, dan is het Zijn schuld, Zijn schuld, en onze schuld is het niet. Intussen, tot we wijzer zijn, is goed en kwaad dan één. Ik zie niet in waartoe een God ons dient. In het scheiden van het boze en het goede. Integendeel, wie het goede doet, opdat een God hem lonen zou, maakt juist daardoor het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliet uit vrees voor de ongenade van die God, is laf. Ik ken u niet, o oh God. Ik roep u aan. Ik zocht, ik smeekte om antwoord en gij zweegt. Ik wou zo graag u wil doen. Niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon maar zoals het kind de wil zijns vaders doet uit liefde. Gij zweegt en altijd zweegt ge. En ik dool rond en heig naar het uur... waarop ik weten zal dat gij bestaat. Dan zal ik vragen, Vader... Waarom nu voor het eerst uw kind getoond dat het een vader had. en dat het niet alleen stond in de strijd, de zware strijd. voor menselijkheid en recht? Of waart gij er zeker van dat ik uw wil zou doen ook zonder die te kennen? Dat ik onbewust van uw bestaan u dienen zou. Zoals gewild wilt gediend. Zou het waar zijn? Antwoord, vader, als ge daar zijt. Antwoord. Laat niet uw kind vertwijfelen. Vader, blijf niet stom op het bloedig afgeperste. Lama sabhaktani. Zo kermt de onwetende aan zijn zelfgekozen kruis en krimpt van pijn en jammert dat hem dorst. De wijze, hij die wel weet. Wel God kent, bespot den dwaas en rijkt hem gal en jubelt. Hoor, hij roept zijn vader en prevelt. Dank, o Heer, dat ik niet ben als hij. En zingt een psalm. Welzalig hij die in der bozen raad niet zit. ...en niet op het vuile pad des zondags gaat. De wijze sluipt ter beurze... ...en schachert integrale. De vader zwijgt. O oh, God, er is geen God... Heel hartelijk dank, Huub Oosterhuis, voor deze unieke en ontroerende voordracht. Dan is het uh, tijd voor bijna het laatste onderdeel van deze middag: een klein debat. Biograaf Dick van der Meulen en schrijver van de inleiding van de liefdesbrieven Elsbet Etty wil ik graag naar voren vragen. Want we gaan een klein gesprek voeren over Miltatuli als minnaar en echtgenoot, als vrijheidsstrijder voor de Javaan en de vrouw en als voorvechter van de arbeider en de democratie. Zien we hem tegenwoordig wel zoals hij echt was en hoe moeten we moreel over hem oordelen? Komt u naar voren, alsjeblieft, Elsbeth en Dick. Er is voor ieder van beiden een microfoon. Ik wil jullie eerst vragen over de vrouw in het leven van Miltatuli. Je hebt er al een en ander aan opmerkelijke dingen uh, gezegd, Elsbeth. Um, hoe, hoe moeten we hem beoordelen als het gaat om vrouwenrechten en vrouwen in zijn eigen leven? Ja, ik vind het echt ontzettend moeilijk. Hoe moeten we erover oordelen? Wat ik probeerde duidelijk te maken zojuist uh, in mijn uh, korte uh, lezing: dat is dat het, dat het zo moeilijk is om. Uh, om uh, ja, om buiten de, iedere context iemand uh, te beoordelen, laat staan uh, veroordelen. Maar ik vind het wel uh, een heel uh, interessant en ook actueel debat. Hè, nu we het hebben over. Uh, nou, hoe beoordeel je de slavernij? Moeten er excuses komen? Uh, moeten we de 17e eeuw nog wel uh, gouden eeuw uh, noemen? Dat soort dingen, die dus uit, eigenlijk allemaal uit de 19e eeuw stammen. Die, hey, dat nationalisme en dat vreselijke christelijke moralisme. Het is allemaal heel moeilijk om, om dat nu in een tijd te plaatsen. Nou, het gaat steeds over. Uh, ja, moeten we die standbeelden van die koloniale types, Koen en zo, waar dan ook nog een tunnel naar genoemd is, et cetera. Moeten we dat niet gewoon die beelden afbreken en die tunnels een andere naam geven? Ik vind het waanzinnig ingewikkeld. Ik heb daar ook nog helemaal niet een uitgesproken mening over, maar ik vind wel. En daarom begrijp ik die kritiek van, van, van of Pramstra is het. Hè? Ja. Straat, heb ik twee keer verkeerd gezegd. Daarom begrijp ik die kritiek van of, of de biograaf van Multatuli zo goed. Want ja, die wisten zich daar natuurlijk ook geen raad mee. En Als je het naar de huidige normen gaat beoordelen, uh, dan, 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 dan denk je: my god, hè, uh, hoe, hoe is het mogelijk? En het, het, precies zoals we over, over slavernij uh, oordelen. Uh, nou ja, uh, maar je, ja, je, je, je moet er wel een oordeel over hebben, vind ik. Want sommige uh, waarden uh, en sommige mensenrechten. die zijn, uh, denk ik, hoop ik. Uh, universeel en horen eigenlijk voor alle tijden te gelden. Nou, ik ben heel benieuwd wat ik daarvan vindt. Dat is mijn vraag, ja. Ja, ik ook. <laughs> um. <laughs> Ik weet niet of ik er veel van vind. Um, wat jij net in je lezing, volgens mij al vrij terecht zei, en in zekere zin positioneer je jezelf eigenlijk weer in, als iemand van deze tijd. Je zei van God, ja, vroeger zag ik me dat jullie als hè, de schrijver van die emancipatoren, ideeën, in ieder geval feministische ideeën. En dat vond ik mooi. En ik uh, vind ik nog steeds prachtig hoor. Zeker, nee, maar goed, en nu, nu kwam die uh, uh, MeToo-discussie. En nu ben ik er toch anders over gaan denken. Dat is, op zichzelf is dat volgens mij wel typerend voor iedereen. Je, eh, kijk, ik, ik voel me ook wel een beetje aangesproken door die kritiek van Olf Praamstra. Um, en ik denk ook wel dat ik, als ik nu. Ik, ik heb dat boek, het is in de. Uh, de druk, maar. Uh, hij verscheen in 2002. Um, als ik het toen had. Uh, als, als ik hem nu opnieuw zou schrijven. Vermoed ik inderdaad dat ik allerlei accenten anders zou leggen dan op dat moment. Wat niet wegneemt dat het boek uh, altijd tijdgebonden is. Hè? Want die discussie die we op dit moment hebben. zal over twintig uh, jaar weer niet, of in ieder geval niet, op deze manier worden gevoerd. En dan zit je daar toch weer mee. Ik, ik vind het een ontzettend lastig geval. Uh, ik heb wel de neiging, dat is ook weer heel vervelend, een biograaf heeft de neiging om zijn hoofdpersoon toch een beetje te verdedigen. Ik had dat werkelijk zelfs met koning Wilhelm III. Die man is helemaal niet te verdedigen. En toch heb je de neiging, als je met die man bezig bent, om je in hem te verplaatsen. En dan toch maar, maar ja, God, ja, hij kan dat ook niet helpen. Sorry. Dat is een algemeen gegeven. Als je ja, iemand leert kennen, dan wordt hij ja, kijk, sympathiek, al wil je het misschien niet. Pardon, is het is zelfs heel vervelend als een biograaf zich daaraan onttrekt. Ik zit de laatste tijd een biografie van Hitler te lezen volgende Ulrich, dat is een goed boek. En natuurlijk is Ulrich, uh, heeft Ulrich de pest aan Hitler zoals iedereen, maar hij schrijft het gods dan niet op. Uh, en om die reden is dat, blijft dat prettig. En ik denk eigenlijk, als ik het nu opnieuw zou moeten doen, zou ik uh, meer aandacht besteden aan die CUP-zaak. Omdat het nu eenmaal iets is wat nu, uh, ja, ik ben ook, uh, leef ook nu, dus er is nu meer aandacht voor. Um, maar ik weet niet of ik tot een echt andere conclusie zou zijn gekomen. Kijk, het punt is toch dat... Uh... Wat, wat bedoel je met andere conclusie? Wat is je conclusie nu dan? Nou, uh... Of in je boek, laat ik het zo zeggen. Uh, dat, dat je toch... Uh, uh, wat, ik, ik weet eerder gezegd, helemaal niet op nageslagen wat ik precies zeg, maar of Pruimsta die zegt... Dat ik het een beetje vergoedelijkend uh, uh, behandel. Nou ja, dat zal dan wel. Ik neem aan dat hij gelijk heeft. Ik heb uh, het nog wel even nagelezen. Ja, ja, ja. Nou, waarschijnlijk uh, doe ik het vergoedelijkend wel of niet? Ja, ja, nou ja, goed, precies wat hij zegt. Het wordt, beetje... het, het wordt wel genoemd, uh, maar er wordt niet ontzettend uh, uh, nee, diep op ingegaan. De, de is volgens mij dat dat ook zo, uh, zo is. Dat geldt ook voor slavernij. Je, uh, uh, ik vind het uh, voorkomend terecht dat we daar nu een punt van maken, omdat, maar vooral omdat de mensen die nu afstammen van de slaven van toen... vaak nog steeds in een uh, nou ja, in, in, in minder gunstige positie zitten... dan de afstammelingen van de slavenhouders. Dat zie je in Nederland misschien is dat moeilijk te zien, maar in Amerika is dat volkomen duidelijk. Dus zwarte. In Amerika hebben het gewoon slechter, uh, in het algemeen gesproken, dan de, dan de witte. Dus kortom, uh, het is wel een punt waar je nu zorgen over moet maken... maar het is erg lastig om... Uh, mensen iets kwalijk te nemen in die tijd zelf. En dat kun je heel goed staven aan een voorbeeld van deze tijd. Uh, we zitten nu in een soort overgangssituatie. als het gaat om het eten van vlees. En vooral het uh, eten van vlees uit uh, megastallen en dat soort dingen. Uh, steeds meer mensen die ik ken, dat zal voor iedereen hier gelden. Uh, uh, zijn geneigd tot vegetarisme, of in ieder geval minder vlees eten. In ieder geval wie het zich veroorloven kan, loopt naar biologische slagers en dat soort uh, dingen. Uh, maar even zo vrolijk gebeurt het nog steeds op grote schaal. En al die mensen die uh, uh, hoe heet dat, vlees uit megastallen eten, worden nu niet massaal aan, uh, 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 hoe heet het, te schande uh, gesteld. En over een jaar of twintig weet ik zeker dat iedereen zegt, over dertig jaar, je weet het niet precies hoe lang dat. Hoe is het mogelijk dat dat ooit gebeurde? Diezelfde situatie heb je natuurlijk met slavernij ook gehad. En zoiets heb je natuurlijk ook wel gehad met... Laat zeggen, seksueel contact met minderjarigen als Si uh, 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 Ja, natuurlijk niet meer goed voorstelbaar dat dat nu nog zou gebeuren. Maar in de tijd van Miltatuli was het niet voorstelbaar. dat het ooit onvoorstelbaar zou worden. En daar wordt het, dat, dat is dus het moeilijke ervan. En om die reden vind ik het. Ja, uh, ik, ik geloof dat ik er meer aandacht aan zou besteden. Ik nu... Maar ik zou niet gaan zeggen: van ja, dat. 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 Hier is, dit is toch niet. Dit, dit is niet in orde aan Miltatuli. Nee. Dus zie jij het. Uh eerder als biograaf als je taak om de feiten te geven en dan het oordeel aan de lezer over te laten? Ja, dan, nog, dat, dat wel, maar uh, ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik hou uh, bij, bij dit soort gelegenheden wel eens uh, pleidooien. En dat is gelukkig, dus bijvoorbeeld nu weer is er uh, gelukkig een, een hoogleraar in, uh, aan de VU, die, uh, Jacqueline Bell, die uh, met multitudie bezighoudt. En ik vind eigenlijk, ik ben zelf ooit gepromoveerd op mijn multitudie biografie, dat is zelfs buiten universitair. Maar zij moet nu, vind ik eigenlijk, maar weer eens een biograaf gaan zoeken. die een biografie van Multitudie gaat schrijven. Een nieuwe? En, ja, een nieuwe. En dat, dat, ik bedoel, uh, ik wil nu niet mijn glaas ingooien. maar het duurt, nog wel even, het duurt nog wel een paar jaar voordat dat boek er is. Dus tot die tijd kopen ze uh, dit net, nieuw, uh, net gepresenteerde boek voor mij weer. Maar uh, nee, het, het, juist om dit soort kwesties. Je gaat uh, allerlei dingen ga je nu anders belichten. dan je het toen deed. En. Uh, uh, voor non-fictie geldt dat denk ik minder. En het leuke van Multatuli is dat veel van wat Multatuli geschreven heeft, wat we net ook voorgelezen kregen, wat je hebt voorgelezen, heeft nog steeds een bepaalde actualiteit omdat het herkenbaar is. Maar biografieën zijn bij uitstek, op een zeker, uh, uh, zijn tijdgebonden dingen. En uh, ja, uh, toen ik dat boek schreef, deed je eigenlijk, jij, jij stelde mij inderdaad die vraag. Uh, psychologiseren was in die tijd eigenlijk not done. Uh, ik ben wel blij dat ik in die tijd dat toen schreef, want ik kan het ook helemaal niet. Maar uh, uh, tegenwoordig kom je daar gewoon niet meer mee weg. Uh, ik schrijf nu een biografie van Prins Bernhard, uh, wat, wat natuurlijk een verschrikkelijk onderwerp is, maar waar je, uh, en ook een erg leuk onderwerp tegelijkertijd. Maar uh, ik vrees dat ik uh, iets. Moet gaan doen op het gebied van psychologiseren. Omdat het nu eenmaal meer in de, in de geest van de tijd past. Je wilt weten. Uh, Bernard was corrupt en hij deed dit en hij deed dat. En vroeger kon je uh, in de tijd van toen ik dat boek schreef, kon je nog zeggen, nou goed, dat was toen. Laat het maar aan de lezer. En ik, volgens mij wordt nu van de, uh, van de biograaf iets meer verwacht. Want je, uh, wat meer sturing uh, wordt, wordt van je verlangd. Ja, ik, kijk, ik denk dat, dat, dat het heel goed is dat er. Uh... Dat er, dat er gewoon een goede feitenbiografie van Multatuli bestaat. Die heb jij geschreven. En ik denk dat het inderdaad. In de Anglo-Saxische wereld is dat heel gebruikelijk. Dat als er eenmaal zo'n omvattend werk bestaat. dat je dan op. dat je een heel ander soort. Uh, ja, bijna monografieën of, of, of ja, in ieder geval bepaalde aspecten kan, uh, kan gaan uh, beschrijven. Nou ja, Waarin waar, waar zo'n omvattende biografie. Die worden alleen maar aangestipt. Maar ik wil nog één ding aan je vragen. Jij, jij zegt van ja. Uh, je, je kan niet het onvoorstelbare denken. Hè? Dat kan niet. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om uh, vlees eten. Of, uh, ik vond juist altijd het geweldige van. Uh, van Multatuli, dat hij dat wel kon. In zijn tijd was het vrijwel ondenkbaar om niet in God te geloven. Maar was het vrijwel ondenkbaar om zulke scherp kritiek te hebben op uh, uh, onderdrukking van, uh, van mensen. Was het helemaal ondenkbaar dat je dus voor de vrije liefde ging uh, pleiten, et cetera. En ja, mij heeft hij altijd zo bijzonder geïnspireerd, omdat hij. Uh, heel vaak op een heleboel punten. als eerste het ondenkbare. Uh, 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 dacht en ook. formuleerde. Dus daar ben ik het dan. daar ben ik het gewoon niet mee eens. wat je, wat je daarover zegt. Uh, nou ja, het, het is natuurlijk ontzettend lastig. Juist omdat je op dit punt zit. Hij heeft het hierbij niet gedaan. Uh, en. Uh, ja, nou goed. Je, je, je zou eigenlijk in de. Uh, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat, dat zou je me kunnen verwijten. Maar dat is natuurlijk alleen met de biografie. Je hebt ontzettend veel onderwerpen, dus je kunt niet overal nee, even diep induiken. Dus dat blijft natuurlijk een, een punt. Maar uh, die CIOPI zaak zou je, net als die andere dingen, bij andere dingen heb ik het wel gedaan, uh, zou je in een uh, internationaal perspectief moeten gaan zetten. En bijvoorbeeld het, het, uh, zijn denkbeelden over uh, feminisme waren in Nederland uh, zeer vernieuwend En zijn uh, de manier waarop hij uh, het uh, ongeloof bepleit. Want het gebed van de onwetende is, nog, is in zekere zin nog een soort overgangsgedicht. Hij werd later nog veel feller van toon. En hij vond mensen die nog in, in God geloven, ronduit idioten. En dat zat hij op, op, een, uh, op een erg geestige wijze, kon hij dat vaak uh, vertellen. Maar hoe dan ook, hij was daar in, voor Nederland erg ver mee. Maar tegelijkertijd, het was in... In, allerlei landen, in de Franse literatuur komen dit soort denkbeelden wel tegen. Maar er, waren, er zijn meer dingen waar Matatuli uh, niet zijn tijd vooruit was. En dat is bijvoorbeeld het kolonialisme in het algemeen. Hij was uh, tegen de wijze waarop uh, Nederland daar koloniseerde. Uh, er gebeuren allemaal dingen die niet in de haak waren. En dat werd door de Nederlandse Indische regering werd dat toegelaten. En ambtenaren die, uh, die, die, die deden daar ook weinig aan. Daar kwam niet tegen in opstand. Maar hij kwam niet in opstand tegen het feit dat daar gewoon koloniën waren. En dat is iets wat, kijk, dat, uh, het, het, de dekolonisatie is ook echt iets van een eeuw, van bijna een eeuw later. En ik, uh, ik denk eerlijk gezegd dat je. Ja, hij kwam niet op die gedachte. Omdat zo ongeveer niemand op die gedachte kwam. En dat is natuurlijk erg lastig. Je moet hem dus verwijten dat hij. Je kunt hem prijzen, omdat hij op een aantal momenten op gedachten kwam die bijna niemand had. Maar moet je hem ook tegelijk verwijten dat hij dat niet op alle punten deed. Nee, maar het is niet zo dat ik, wie ben ik, om je ook maar iets te verwijten. Het, 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 het gaat erom natuurlijk dat ik, zijn, uh, dat ik een groot bewonderaar ben van zijn werk en van de inhoud van zijn werk. En, en, uh, ja, ik, 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 ik verwacht dus inderdaad wel van een uh, biograaf niet dat hij uh, zijn onderwerp allerlei dingen uh, gaat verwijten, morele oordelen en dan uh, ik weet alles beter en dat had die man nooit mogen doen of zeggen of. Uh, uh, maar dat je wel voldoende uh, context geeft, laat ik het zo zeggen. En, en, uh, en, en uh, niet probeert. En ik neem je dat, jou neem ik dat ook niet echt kwalijk. Maar ik vond het gewoon een, 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 een intelligente observatie van Hof Braamstra. Om te zeggen van, hé, hey, waarom, waarom wordt dat eigenlijk zo'n beetje? Goed ja. gepraat, dat doen we toch ook met andere dingen niet? Nee, vind ik ook. Maar goed, dan, dan zit je dus met het andere ja. punt, wat ik net zei. De, uh, het is een observatie die Olf Pansa heeft gedaan in de Midroth-tijd. Het is dus een observatie... Nou, ja, het was wel iets ervoor, hoor. Ja, ja, maar, nou ja, ja maakt niet uit. Het hing in de lucht. Ja, ja, ja. Dat was twee of drie jaar geleden. De feiten kunnen we opzoeken. Het hing in de lucht, dit soort dingen. En het, uh, uh, in die tijd... Uh, uh, in. In uh, 1860 verbeet, uh, uh, zei niemand tegen Multatuli: hey, wat is dat voor vies gedoe met dat meisje? Uh, in 2002 vroeg niemand, uh, zei niemand tegen mij: hey, wat is dat voor een rare biograaf die dit overstaat? Het is de ellende telkens weer met dit soort dingen. Je, uh, hij was een kind van uh, zijn tijd, maar wij zijn het ook. Ja, nee, dat daar basis, ben ik het een met je eens. Ja. Dat, dat is nu het punt. Maar ja, nogmaals, maar wat mij dus, zou, zou ik het nu overdoen, dan zou ik inderdaad zeggen van ja, hier ga ik eens even wat meer aandacht aan besteden. Ja, ja. ja, ja. Nou, wat, mij is... heel lang, wat mij heel lang eigenlijk heeft weerhouden om op die manier, uh, om kritischer op dit punt over uh, Multatuli, uh, Multatuli's levenswandel te denken... Dat was dat, uh, dat er dus allerlei verschrikkelijke fatsoensrakkers steeds maar hem beschimpten. En Multatuli was een antun, was verschrikkelijk. Uh, en nou ja, bijvoorbeeld zijn uh, mensen als Menno Terbraak en Duperon, die, die schreven dan ook hè, van... Ja, iedereen die, die aan Multatuli kwam, dat was... Een versoen, noemden ze dat. dat. Ja, dat waren mensen die waren van het versoen. En nou, dat was het ergste wat je iemand kon oh, oh, verwijten. Nog veel verder. Duperon. Du Perron. Du, du was ook buitengewoon leesbare schrijver. Ja. en uh, een, een van die mensen die halverwege de biografie van Montatuli overleed. Hè. Dus kortom. Ja, uh, ja. uh, 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 maar Du die, had, die brak met sommige vrienden. Met Jan Gresshoff, een van zijn beste vrienden, maakte hij een geweldige ruzie. omdat Gresshoff Multatuli niet, euh, euh, niet euh, uh, genoeg bewonderde. Ja. Dus Dupron die als, als ik mij iets zeg in wil zeggen. Dupron zei ook. Multatuli is voor mij meer dan een, 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 een schrijver. Het is een vriend voor mij. Meer dan een levende vriend eigenlijk. Hè. Op die manier redeneerde hij. En dat is natuurlijk wordt hij dan heilig verklaard? Mag je dan inderdaad geen ja, Dat natuurlijk heilig. Ja. Nou, ja, ja, ja. dat vind ik niet. Ik vind dat ik vind zijn zijn man van de bak Dat is de biografie, dus de, de halve biografie die perron over Matilda heeft geschreven, dat is uh, absoluut geen hagiografie vind ik. Nee. Echt niet. Nee, het is een schitterend boek. Ja, maar, precies. Uh, 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 ik weet het. Maar goed, laat laat la, la, even dat ja. dat doet er. nu niet uh, uh, niet toe. Ik had nog een heel leuk punt, maar uh, ben ik even kwijt. Dus ja. Oh, juist. <laughs> nou, als je de liefdesbrieven leest, uh, met name die waar wij uh, fragmenten uit hebben voorgedragen, dan denk je, ja, Multatuli uh, veroordeelt zichzelf eigenlijk al. He, je hoeft het maar te lezen, je, weet, ja, het is, uh, je hoeft niet echt een fatsoensrakker te zijn om te weten. Het is niet helemaal zuiver als je een vrijgezelle jonge dame zo aanschrijft terwijl je in een huwelijk zit met iemand anders. Uh, en nou, dat, vind nog, dat vind ik echt helemaal niet erg. Nee. Ik bedoel, uh, dat doen we allemaal toch, of niet? Alleen, en en, en oh ja, toen, in, alleen niemand alleen, alleen komt er uit. In, uh, nog steeds niet. En hij... Hij deed dat dus wel. Dus dat neem, dat neem ik hem uh, absoluut niet kwalijk. hij veroordeelt zichzelf helemaal niet. Nee, nee, nee. Vind ik, en klas, ja, hij doet ja. alsof hij zichzelf veroordeelt. Maar uiteindelijk zit hij zichzelf ook enorm juist hierover te prijzen. Ja. Maar ik wacht. Je ja. schiet mij weer te binnen wat ik wou zeggen. Ik heb ook nog een leuk hoor. Dan maken we dat de laatste twee punten. Ja, neem me even <laughs> aansluitend op uh, 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 die. Heidig, verklaring die je natuurlijk niet moet hebben. Dat is wel weer een enorm voordeel, vind ik, van, van nu. Want die, om nu te zijn, want die neiging hebben we niet meer zo. Maar kijk, dit is een punt wat je natuurlijk kunt, euh, nou ja, kunt nadragen op een of andere manier. Maar wat ik bij natuurlijk zo interessant altijd vind, is dat hij heel veel dingen euh, heeft gezegd en geschreven. waar je het hartgrondig mee oneens kunt zijn. Want hij was wel. Uh, uh, hey, je kunt altijd, dat uh, that, is uh, natuurlijk een onmogelijke uitdrukking dat hij zijn tijd vooruit was, maar hij deed natuurlijk, uh, hij had allerlei standpunten die we nog steeds erg mooi vinden. Maar hij was tegelijkertijd was hij een geweldige reactionair. En ik heb hem net uh, even selectief ge, geciteerd, want ik uh, citeerde hem zo dat het leek alsof hij een pleit, pleitbezorger was voor het algemeen kiesrecht voor iedereen. Dat was hij ook wel, maar eigenlijk was hij tegen de democratie. Uh, hij was een volstrekte autoritaire man. Uh, de, de grondwet van 1848 vond hij uh, iets verschrikkelijks. En hij wou eigenlijk gewoon terug naar een soort, uh, uh, ja, een, een, een soort verlichte. Monarchie, maar dan liever niet met de Oranjes, maar met, met hemzelf, hem. Met ja. hem. Uh, uh, <laughs> hij voelde zich Napoleon hè? en hij voelde ah. zich ook Jezus. Dat, ja, dat, ja. Ja. En, en dit soort dingen, en, en daar kun je veel van. Uh, multitudie, en dat had dat, dat, dat du Duperre natuurlijk ook voorkomen in de gaten. Dus daarom is de man van Lebak ook zeker geen, uh, geen uh, verklaring, hoor. Dat is het ook niet. Maar. Uh, uh, dat vind ik aan multitudie zo leuk. En daarom is hij voor biografen zo ontzettend interessant. Uh, het zit vol met tegenstrijdigheden, zijn, uh, zijn leven, zijn denken, zijn persoonlijk leven, wat hij opschrijft. Het is, en, en dat maakt het zo: dat maakt die man uh, zo ongelooflijk leesbaar. Dat vind ik een mooie eindconclusie voor uh, jouw punt, uh, Dick. Hartelijk dank. Dan mag je afsluiten, Elspeth. Ja, nou ik heb alleen nog maar een leuke, grappige anekdote ah, die uh, Dick ongetwijfeld ook kent. En dat gaat over Marie uh, Andersson. Andersson, Andersson. Andersson. En dat was een, een, een vriendin van Mimi. En toen zij dus in de twintig waren. Hi, hi, nou ja, uh, Multatuli die, die deed het met allebei, geloof ik. Uh, um, maar zij heeft la <coughs> op latere leeftijd een boek geschreven over. Naar nou, haar affaires met, uh, met Multatuli. En dan nou vertelt ze zo'n mooie anekdote dat uh, met haar wilde hij dan ook wandelen, zoals hij met Mimi liep naar een stil plekje waar zo weinig mogelijk mensen waren. Nou, op een gegeven moment belanden ze dan in de duinen. En, uh, en, en Multatuli, of uh, 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 Andersson, uh, die schrijft daar dan over: van uh, ja, bijna, bijna dat maar haar gescheeld of ik was zijn vrouw geworden. He, wat een, iedereen weet wel wat dat betekent. He, dan zou ze het met hem gedaan hebben. Maar um, daar, daar kwam het niet van. Maar ze, ze waren dus lekker in een stil het Later en later en later. En nou ja, een damesdekker die vroeg dus: nou ja, komt er nog wat van? Alsjeblieft. Uh, ik wil nu. En uh, toen had hij gezegd van: ja, want ik wil zo graag weten. Ik wil je zo graag uh, iets van natuurlijke historie bijbrengen. En dan moet je weten hoe het eruit ziet bij een man. En uh, nou ja, het is toch schitterend dat iemand aan je vraagt. mag ik je wat uh, natuurlijke historie bijbrengen? Ik zou gelijk zwichten. Jij niet? Dat Echt, is nou, een nou, prachtig is toch, Dat is toch <laughs> fantastisch. Nou ja, klein heel rijtje. Hartelijk, heel hartelijk dank beiden voor deze uh, blik op de complexe man en schrijver. Nog Elspeth Etty en Dick van der Meulen. Dan wil ik graag dit programma afsluiten met nog de presentatie van de nieuwe twee afleveringen van de Feest der Poëzie podcast. Sinds eerder dit jaar maken wij bij onze programma's en de boeken die wij maken, in samenwerking met uitgeverij Het Moed, telkens een podcast die verdiepend is bij dat programma of dat boek. En mocht u zich dus verder willen verdiepen in het verhaal van Saidja en Adinda dan kunt u vanaf vanavond de eerste aflevering en vanaf volgende week zondag... de tweede aflevering over dit prachtige liefdesverhaal uit de Max Havelaar beluisteren. De inhoud is als volgt. Er is een interview met duo Miltatuli, Stefano Sarsono, pianist en cellist Jan van der Plas... gevolgd door een uitvoering van het lied van Saïdia van Richard Holl, wat u hier vanavond al hoorde. Dan is er ook nog Saïdia's lied... Een compositie van de Vlaamse componist Lodewijk Mortelmans, uitgevoerd door Peter van Hoven op piano. Dan een interview met Elsbet Etty over de Max Havelaar, inleidend een interview met de schrijfster Elte Rauch. Zij schreef de verhalenbundel Vormen van Vrede over het verdriet van Nederlands-Indië, nu nog drie generaties na de oorlog aanwezig. En we besluiten met een historische voordracht uit het verhaal. Het gedicht Ik weet niet waar ik sterven zal door toneelleider Willem Roojaerts. Een prachtige opname uit het Theaterinstituut Nederland uit 1908. Dus dat is de Feest der Poëzie podcast. Die kunt u vinden bij uw favoriete podcast app of op onze website feestderpoëzie.nl. Hiermee besluit ik dan graag deze viering van 200 jaar Miltatuli. Later. Uh, dit jaar, of misschien begin volgend jaar, afhankelijk van de coronamaatregelen, volgt nog meer, onder andere een digitale wandeling door het Amsterdam van Multatuli, door het Feest der Poëzie en de Poëzie-app Vers, en de lancering van Multatuli Online, volledige documentatie door het Multatuli-genootschap. Houdt u vooral ook de website van het Multatuli-genootschap in de gaten voor meer nieuws daarover. Tot zover. Uh, grote dank aan de sprekers en muzici van vanavond: Dick van der Meulen, Elsbet Etty, Huub Oosterhuis, Stefanus Harsono, Jan van der Plas, oftewel Duo Matatuli. Dank ook aan alle medewerkers van deze prachtige locatie, De Nieuwe Liefde. En namens het collectief Het Feest der Poëzie, dank ik ook het uh, Prins-Bernard Cultuurfonds, uh, De Nieuwe Liefde, uh, oftewel Amerpodia. De uitgeverijen, de Arbeiderspers en uitgeverij Boom voor het mogelijk maken van deze avond en deze livestream. Mocht u meer willen weten over de komende evenementen en podcasts van het Feest der Poëzie en onze samenwerking met de uitgeverij Het Moed, waarmee we volgend jaar hier weer hopen terug te komen met een avond over Baudelaire, dan kunt u zich aanmelden voor de Feest der Poëzie e-mailnieuwsbrief op feestderpoëzie.nl en u kunt het Feest der Poëzie ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Tot zover dan definitief. Dank voor uw komst. Blijft u vooral gezond en graag tot ziens.